Dit is de Zwarte Weg in Kesteren. En hier speelde zich in de meidagen van 1940 een van die vele kleine drama's af. Hier sneuvelden Henk Wissink en Karel van Maas. En Henk en Karel waren geen soldaten, nee, het waren burgers. En ze stierven niet door de Duitsers, maar door onze eigen Nederlandse troepen. Ze staan symbool voor de chaos die er heerste in 1940. Het is een mooi monument, Anton. Ja, dit is het altaarsteen van de oude kerk. Hier het altaarsteen van de oude kerk. En waar staat dat? Oh, daar zie ik het al. Karel van Maas. Dat is je broer Anton, hè? 24 mei, maar dat klopt niet, hè? Dat klopt niet, nee. Dat is de 12e mei is die gesneuveld. En de 18e mei, toen kwamen twee heren aan het fietsen. Toen ik stond te wachten om naar school te gaan. We hebben met de buurkinderen bij ons. En ik kwam bij een zesde en die stapte af en zei, bent u er een van mijn Maas? Ik zei, ja, dat klopt, ik ben er een van mijn Maas, ja. En ze zei, is je broer Karel, is die thuis? Ik zei, nee, die zit in Veenendaal, was hij in de kos. Daar was hij in de kos, ja. Daar was hij in de kos. Ja. Met zijn vriend en Wissink. Ja. Hij deed de loopgraven graven, want ja, hij werkte hier op de steenfabriek. Ja, en dat verdiende goed bij Defensie. En bij Defensie, dat verdiende hij in zoveel. Ja, ja. Zodoende, en dat hebben ze dat gedaan. En daarom was hij daar in de kost? En daarom was hij daar in de kost. En die kwamen ze zaterdagavond, kwamen ze naar huis toe. En zondagavond moesten ze weer terug. En toen kwam daar het bericht over de radio in, dat het Fort Pannerden zich zo verdedigde in Doornenburg. En toen had Henk gezegd, oh, er blijft van ons niks meer over, want die woont precies in die hoek bij het Fort Pannerden. Dus je blijft niks, ik ga naar Doornenburg, ik ga naar huis. En had Karel gezegd, joh, dan kun je gewoon tegen het vuur in. En toen had ik allemaal niet schelen, ik ga naar huis toe. Karel had met die kostvrouw op de stoep gestaan. En toen heeft Karel geroepen, Henk, wacht, ik ga mee. Hier zijn Henk en Karel vermoedelijk in de armen van de militairen gelopen. Want hier was de liniedijk. En die soldaten die waren na twee dagen strijd waarschijnlijk op van de zenuwen. En die paniek die werd verergerd door berichten vanuit de legerleiding. En dat is prachtig beschreven in dit boek. Volgens generaal-majoor Van Nijnatten zijn er in de Betuwe parachutisten geland. In een blauwe kiel, met een bruine broek en op klompen. Nou, daar klopt helemaal niks van, maar vanaf dat moment is elke landarbeider verdacht. En toen is je meegegaan, zijn ze in Kesteren. Daar hebben ze daar bevel gekregen, de soldaten. Hij had nog een hele peloton gelegen met een kapitein. En die had daar het bevel gegeven om te vuren, want dat zijn twee spionnen, de kapitein. En de jongens hebben geweigerd. De militairen, die wilden niet schieten? Die wilden niet schieten. En als jullie niet doen, dan doe ik het zelf. En die kapitein, die heeft Karel en Henk allebei doodgeschoten met een revolver. Toen ze gemerkt hebben dat toch burgers waren. Ja. En die kapitein heeft zich van het leven beroofd. Die heeft zichzelf van het leven beroofd? Ja. Dat was vroeger was er, dat moest gerouwd worden, een jaar en zes weken. Ik ben met mijn moeder iedere dag naar de kerk geschouwd. Iedere morgen. Een jaar lang en zes weken. Leeft het verhaal van Karel, denk je, ook nog zo sterk, omdat hij dus uiteindelijk door Nederlandse militairen is gedood? Want dat maakt het natuurlijk wel heel bijzonder, ja, hè, door eigen dat mensen. Was ook. Maar we hebben nooit iets van de regering of wat, of we hebben nooit iets gehoord. Nog niet zoveel. Niks. Nooit.